Hoi. Gaat het goed? Ja, prima. Druk bezig? Zeker. Lekjes aan het sluiten. Ja, het rolt weer, hè? Ja, het is wat, hè? Zeker weten. Heerlijk. Dit is echt mensenwerk. Zonder goede mensen kan je dit soort producten niet maken. Dan kan je wel een hele verzameling van mooie spullen kopen. Maar dan heb je nog geen superjacht gebouwd. Als hoofdproductie is Bert verantwoordelijk voor de middelen en de mensen om de superjachten van Amos te kunnen bouwen. Jachten die alleen de allerrijkste ter wereld kunnen betalen. Inmiddels werken er meer dan 1200 mensen op de werf in Vlissingen. Om te kunnen blijven bouwen zijn goede vakspecialisten nodig. Maar die vinden is geen gemakkelijke opgave. Het wordt steeds moeilijker en er zijn twee redenen voor. We worden steeds groter, dus we hebben steeds meer behoefte aan meer personeel. De arbeidsmarkt is op dit moment redelijk overspannen en dan zitten we natuurlijk ook nog in Zeeland. Er wonen niet zo heel veel mensen en dat betekent ook dat de groep die hier echt lokaal kan aannemen ook beperkt is. Dus de uitdaging wordt steeds groter. Vandaag komt er een casco aan. Deze is door Amos op de werf in Polen gebouwd en vervolgens met een sleepboot naar de werf in Vlissingen gesleept om te worden afgewerkt. Ja, dit is 24205. Dat betekent dat het een limited edition is van Amos van 242 voet, 74 meter. En zoals je ziet moeten we hem nog afbouwen. Dan zijn we ongeveer tot volgend jaar mei bezig met hem afbouwen. Met een man of 100, 150, een beetje afhankelijk van het stadium van de boot. Maar uiteindelijk moet het ook afgemonteerd worden. Maar ook de buitenkant moet geplamuurd en geschuurd en geschilderd worden. En dat lukt natuurlijk alleen maar met vakmensen. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan lukt dat niet. Ik ben hier in 1985 begonnen. Als werktuigbouwer en dan een aantal stappen in mijn carrière na de overname de dame ben ik in 2002 van de Schelde eigenlijk overgestapt naar Amos. En dan gewoon als jonge ingenieur op kantoor en dan vandaar via projectmanagement naar facility management en van facility management naar hoofdproductie bij Amos. Ik denk dat ik dat ook wel blijf tot aan mijn pensioen. Wij bouwen het jacht en het is zeg maar het technisch platform. Ja, dan is het nog niet af. Er hoort natuurlijk van alles bij, van bloemetjes, kunstwerken. En zo'n bemanning is natuurlijk voordat de eigenaar aan boord komt heel intensief bezig. En dat kost heel veel moeite en aandacht voor detail. Ja, ik kom regelmatig voor mijn werk aan boord. Je kan je wel een beeld vormen hoe dat is als zo'n schip klaar is en de klant aan boord is. Het is natuurlijk, ze zijn heel groot. Alleen de eigenaarshut is al groter dan mijn hele woning. Dus ja, het is een uniek product. De afwerking is dus geen sinecure. Maar wat moet je in huis hebben om aan zo'n megajacht te kunnen werken? We noemen het inbouwmonteur. En dat is eigenlijk iemand die in staat is om alle werkzaamheden aan boord van het jacht te doen van begin tot eind. In de ideale profiel kan hij ook nog een stukje pijp fitten. En is hij ook in staat om op zo'n blinkende boot spullen te monteren. En dan moet hij niet bang zijn om een gaatje te boren in een blinkend jacht. En dat is een heel moeilijk profiel sowieso om te krijgen. Maar dat is eigenlijk hetgene wat we het liefst hebben. Jonge mensen die proberen we eigenlijk te vangen als ze net van het VMBO afkomen. En die leiden we zelf op. En de inspanning om die te krijgen, dat varieert van één keer in de twee jaar een open dag. We nemen altijd mee aan de open dag van Scalda. Nou, ik ben dan ook zelf een voorzitter van de BBL-opleiding. Waar we die jongens opgeleid worden. Niet alleen voor Amos, maar ook voor andere lidbedrijven van het opleidingsbedrijf. We zijn nu in Technum. Het is eigenlijk de praktijkopleidingsgedeelte van Scalda. Als hoofdproductie laat ik ook hier voor Amos jongens opleiden. Ja, wij zijn één van de lidbedrijven. Dat betekent dat wij de laatste 10 jaar, ik denk hier een 30 tot 40 jongens opgeleid hebben. En wanneer moet die dan klaar zijn? Is er ook een tijd aan vast, of niet? Dat hebben we nog niet gehoord. Maar... Nee, niet gehoord, maar vast. Als je klaar bent, zeg je waarschijnlijk dat het langer duurt. Ik denk vanmiddag nog. Opleiden van jonge mensen in techniek is leuk. Je ziet je jongetjes binnenkomen van 15, 16. En die zie je vervolgens, als ze 18 zijn, een diploma halen. En in de jaren daarna zie je zich ontwikkelen tot volwassen mensen. Het is gewoon geweldig. Hey Bert. Hi. Ben je met je planning bezig? Ja. Ik denk dat ik hem zo afgerond heb. Oké. Nou, prima. Ik ben coördinator facilities. Ik heb een metaalopleiding gedaan. Dat is de BBL-opleiding hier zo. Ik ben begonnen bij de deur- en luikwerkplaats. Ja, de eerste keer dat je aan boord komt, dan sta je overal van te kijken en is alles heel indrukwekkend. En dan kom je ook iedere keer een stapje verder in de bouw. Dus dan
heb je ook dat het interieur klaar is en dan wordt het steeds mooier. Ik heb hem natuurlijk aangenomen als inbouwmonteur. En wat je natuurlijk altijd merkt is dat de beste inbouwmonteurs ook meer in hun marge hebben als alleen maar inbouwmonteur zijn. Dus het goede nieuws is dan dat je een andere vacature invult. Het slechte nieuws is natuurlijk wel dat je je beste mensen in productie kwijtraakt. Maar in het algemeen genomen, ja, zou ik hem zo weer aannemen. Ja. De werving van vakspecialisten wordt steeds belangrijker voor Amos om te kunnen blijven groeien. Want de ambitie om groter te worden, die is er. Nou, we hebben wel eens een keer een plaatje gemaakt in 2002. Toen hadden we een toenmalige directeur en die had ongeveer heel de werf in Vlissingen volgetekend met jachten. En wij dachten allemaal, nou, die heeft er nogal zin in. Maar als je nu over de werf loopt, dan zie je dat het ook werkelijkheid is geworden. We hebben nu ook een nieuw plaatje van de werf in Vlissingen Oost. Er liggen nu twee projecten en op het plaatje ligt het ook helemaal vol. Ja, het zou mooi wezen over 15 jaar iemand zegt van nou, dat hebben we dan allemaal mooi van elkaar gekregen. Ik werk nu 34 jaar op de werf en de helft van die tijd heb ik hier bij Amos de rol hoofdproductie gehad. En ja, dat voelt wel een beetje als thuis, ja. Ja. Helaas, zegt mijn vrouw altijd dan. Ja. Stuur je cv op en dan reageer ik even. Prima. Oké, dankjewel. Tot ziens. Hoi.